Jongens, Jeroz, kunnen we ook bij de allerlaatste map van de Mappack Revolution die op 28 februari 2013 is uitgekomen op de PlayStation 3. De laatste map is Mirage. Mocht je nou de andere drie live commentaries nog niet hebben gezien, ik zet ze allemaal in de beschrijving, dus check ze zeker eventjes uit. Geef ze allemaal een duimpje omhoog, want dat helpt me echt enorm. Geef deze ook alvast een duimpje omhoog, mocht je hem nu al leuk vinden, mocht je mijn intro gewoon cool vinden of iets in de richting. Jongens, we gaan Mirage spelen. De laatste map pack, ik moest eigenlijk eventjes eten, maar ik dacht, nou, ik speel die laatste map nog eventjes en dan ga ik daarna wel eten en dan zet ik meteen die live commentaries allemaal online voor jullie. Dus waarschijnlijk zullen ze nu gewoon allemaal tegelijkertijd online komen en de andere drie stonden natuurlijk al online, omdat dit de laatste is die ik nog moet spelen. En holy shit, ik ben hier weg. Holy shit. Oké, dat is dus geen goede weg om te lopen als je deze map gaat spelen. Gewoon altijd over de linkerkant lopen en niet over de rechterkant, want dan kom je in één keer 20 enemies tegen en dat wil je gewoon niet hebben op het moment dat je gewoon voor een chillig score gaat. Ik heb mijn skillstreaks ook weer een beetje veranderd, want zoals je kan zien heb ik eventjes de Stealth Chopper, Orbital Visit en de Escort Drone aangezet. Ik verhoog mijn killstreaks steeds naarmate ik vaker die mappen speel, naarmate ik vaker de mappack ga spelen en naarmate ik dus wat comfortabeler word met deze Peacekeeper, want ik vertrouw dit wapen nog niet helemaal. Het is een beetje onbetrouwbaar wapen soms, want soms heb je enemies echt gewoon binnen 2 kogels dood en soms heb je echt gewoon 20.000 kogels nodig om zo'n enemy te killen, zoals nu dus, want ik dacht dat hij al dood was en toen draaide ik me om, toen was hij dus nog niet dood. Maar dat gebeurt gewoon met dit wapen, zo is dat wapen ontworpen en zo is die dus ook niet te overpowered gemaakt, zoals soms de wapens van Mappacks worden gemaakt en soms worden ze ook gewoon echt underrated gemaakt en echt gewoon underpowered, dat je helemaal niemand ermee kan killen. Maar dit wapen is gewoon echt volgens mij weer balanced, is gewoon een leuke toevoeging aan het spel, is weer gewoon een mooie toevoeging aan het spel en niet iets dat echt gewoon overpowered is waarom iedereen gaat lopen zeiken. Dus ik vind het wel leuk dat ze een wapen voor het eerst, voor het allereerst in de Mappacks hebben gemaakt. En shit, ik had bijna mijn Stealth Chopper word ik in mijn rug gepakt. Jammer is dat. We gaan even snel de aanvlag pakken, want ik wil natuurlijk het game ook niet verliezen. Dus mijn eerste indruk van deze map, de Sphere Host Migration, is al de vierde, vijfde, duizendste keer achter elkaar. Vorige live commentary was een Host Migration. Dit live commentary is weer een Host Migration. Twee live commentary voor was weer een Host Migration. Maar dan kunnen ze hun willen liever, dan mogen ze dat voor mij doen. Maar mijn allereerste indruk van deze map is totaal nieuwe map. Ik heb nog nooit een map zoals deze gezien in een Call of Duty. En dit is dus weer iets totaals nieuws. En jij zag me lopen door die Host Migration. Hij zag me staan. Als er geen Host Migration was gekomen, had ik hem sowieso gehad. Want dan wist hij niet dat ik daar liep. Maar door die Host Migration zag hij bij het aftellen van 5, 4, 3, 2, 1 dat ik daar stond. En ik kon dus eventjes teruglopen om mij te kunnen killen. Maar ja, dat is jammer. Dat is weer een dead erbij die eigenlijk niet nodig was als ze niet waren geliefd. Maar dat kan je natuurlijk niet veranderen. Een dead is een dead. Een kill is een kill. En een killstreak is een killstreak. Maakt niet uit wat je allemaal zegt. Want dit slaat weer helemaal nergens op wat ik nu zeg. Maar dat maakt niet uit. We gaan even proberen die Stealth Chopper te halen. Gaan jullie maar voorop, dan loop ik jullie achterna. En daarom liet ik jullie dus voorop lopen, jongens. Want ik vertrouwde het al niet. Ik dacht, we rennen recht de enemy spannen. En dat is dan niet zo handig om te doen. Dus pak zo te zien wel de safe land. Dus ik ga jullie daar toch eventjes mee helpen voor de 200 punks. En dan ren ik ook zo snel mogelijk weer weg. Dat ik niet gekild word. Dus jongens, kijk uit. Ik gooi eens hiervoor naar jullie toe. Kijk uit. Ja, zie je wel. Ik zei het, kijk uit. Hè. Ik zei het, kijk uit. En die vent die liep gewoon weg voor de enemies en voor mijn teammaat. En hij dacht eens van, laat me lekker zitten, ik ga hier wegrennen, ik zie al wat er gebeurt, ik laat hier Raski gewoon doodgaan, ik ga hem lekker killen. En dan merk ik wel of ik nog een kill kan krijgen of niet. En dat lukt ook nog, want hij kon mij killen. En de rest had hij waarschijnlijk niet gekild, dan was hij door doodgaan. Dus we spelen deze keer best wel tegen goed enemy... Auw, heb ik dit nou weer overleefd? We spelen best wel tegen een goed enemy team deze keer, dus het is best wel weer een uitdaging om hierin goede score te halen. Dat vind ik altijd wel leuk als je een beetje tegen een normaal team speelt die niet echt aan het headcliss is, niet aan het camp is, maar wel een beetje irritant aan het spelen is met zijn nulste prestige. Maar zo gaat dat, als er live komt, het allereerste game dat ik speelde op deze map, moet ik ook gewoon meteen spelen. Het is gewoon een lekkere map weer om te spelen. Dit is wel weer een wat kleiner mapje dan de vorige map die we speelden, want de vorige was volgens mij Downhill, ik weet het zelf nog niet eens meer. En holy shit, what? Hij krijgt een quad kill met zijn R60, holy shit, die moet hij even insturen voor mijn top 5 plays. Ik zal het na dit potje wel even tegen hem zeggen dat hij moet opnemen, ik zal hem wel voor hem opnemen, want ik heb hem toch in mijn vriendenlijst staan. Dat komt wel goed, die kan je verwachten in de top 5 plays morgen op mijn kanaal. Zo, nice man. Een 4-man kill met zijn R60 op die B-vlog. In een mappack nog wel, die net een halve dag uit is. Dus dat is best wel mooi. Mooie kill van hem. En ik ga echt gewoon heel slecht op het moment. Ik heb pas 9 kills en ik word gespantrap. Oh shit, ja. Dat is nou niet zo fijn. Maar we hebben nu een Blackbird. Oké. Nu moeten we een goede score gaan halen. We hebben nu een Blackbird in de lucht. Nu kan het niet meer fout gaan. Deze fan staat hier kaart te campen. Als jij hier lekker blijft campen, dan mag je dat voor mij doen. En hij gaat nog de UAV's uit de lucht schieten. Ook terwijl we een Blackbird in de lucht hebben. Dus ja, dat heeft natuurlijk geen nut als je die dingen uit de lucht gaat schieten terwijl we een Blackbird in de lucht hebben. Want dan blijven we gewoon een UAV houden. Oh shit. Die Peacekeeper is echt onbetrouwbaar, joh. Ik ga hem zo snel mogelijk even goud proberen te halen. Dan kan ik dat dus ook nog aan jullie laten zien. Want ik heb hem al bijna goud, volgens mij. Volgens mij heb ik op dit moment alweer 30 headshots ermee. Dus dat gaat echt gewoon enorm snel om zo'n wapentje goud te halen. En natuurlijk hebben alle submachine guns ook al goud. Dus misschien kan ik hem zelfs diamond halen. Ik weet nog niet eens of het kan op dit wapen. Maar het zal vast en zeker wel kunnen. Want anders is het ook een beetje raar dat het opeens niet kan op een submachine gun. Maar dat zal ik zo meteen wel zien op het moment dat ik goud heb. Er zullen ook nog wat livestreams komen van deze mappack. Dus
verwacht heel veel dingen van deze mappack. Verwacht ook gewoon de zombies nog online op mijn kanaal. Want die ga ik sowieso spelen voor jullie. Sowieso gaan we proberen bij een hoge wave te komen. Wat waarschijnlijk niet gaat lukken. Want ik faal keihard in zombies. Wat de meeste van jullie waarschijnlijk wel al weten. Want als ik zombie ga spelen, ga ik met die zal meteen af. En jij probeert payback te halen. Ja hoor, ze bleven gewoon naast me spannen. Allereerste indruk van deze map. Chillen map om te spelen. Tweede indruk van deze map. Kut spawn systeem. Gewoon in één woord, kut spawn systeem. Dat zijn meer woorden, want dat waren twee woorden. Ze spannen overal om je heen. Het is echt heel raar. Als je in een enemy spawn zit, moet je op blijven letten. Want als je ergens opstaat, dan spannen ze naast je. Als je ergens niet opstaat, spannen ze alsnog naast je. Als je in een enemy spawn loopt, dan spannen ze gewoon voor je, achter je, links voor je, rechts van je, boven je en onder je. Dus het faalt een beetje in deze map, maar daar kan ik verder ook niks aan doen. Het is gewoon dat ik deze map eventjes een beetje kan herkennen. En dat ik ook gewoon weet wat ik doe als ik de volgende keer deze map speel. En dat moet je gewoon doen bij je allereerste potje dat je in zo'n map speelt. Dus nu weet ik gewoon dat de spawns falen in deze map. Zie je, dat bedoel ik dus. Ik span naast de enemy en ze moeten het gewoon gaan fixen. Ze moeten gewoon eventjes de spawns wat beter maken in deze map. En dan zal deze map ook gewoon wat chill zijn om te spelen. Ik vind het sowieso echt er weer super mooi uitzien. Ze hebben de graphics, ze hebben de kleuren weer echt verbeterd in deze map pack. En ik vind het dus gewoon mooi om te zien dat Treyarch dit gewoon heeft gedaan. Dat ze gewoon weer hun best hebben gedaan om deze map pack echt gewoon weer mooi te maken. Om weer echt iets toe te voegen aan dit spel. Dus we gaan nu de tweede ronde in van dit Domination Game. En nu ga ik wel proberen wat meer kills te krijgen. Ik speel nog steeds met de Peacekeeper, nog steeds met dezelfde attachments erop. En deze keer moet ik een beter score halen. Oké. Net liepen we voor het eerst in deze map. Toen spannen we aan de andere kant. Toen zei ik, je moet niet over de linkerkant rennen. En niet over de rechterkant. Ligt maar net aan welke kant je spant. En dat gaan we dus deze keer ook niet doen. Of zullen we het wel gewoon gaan doen? Fuck it, ik ga het gewoon doen. We gaan er gewoon op af. Oh shit. Wow. Die enemy die blazen zijn RCXD op. Waardoor hij nog een double kill ermee kreeg ook. Oh, dat was echt heel dom. Dat was echt heel dom. Ja, en een lightning strike ook nog op mijn kop. Oké. Tweede tip. Ik heb het net ook al gezegd. Loop nooit over de linkerkant van deze map. Of over de rechterkant. Ligt maar net aan welke kant je spant. Loop gewoon niet over de kant waarvan je de eerste vlag pakt. Want dat gaat dus dit gebeuren. En dan ga je dus altijd eigenlijk dood. Of je moet een hele goede headclitch spot kunnen ontdekken. Dat je daar gewoon echt goed kan op headclitchen. Dat je eigenlijk iedereen kan killen die er daar meteen spant. Maar dat is gewoon zo dat als je een map voor het eerst speelt. Dat je gewoon een beetje moet ontdekken hoe het allemaal in elkaar zit. En ik begin deze map nu wel een beetje te leren. Maar ik vind, denk ik, dit de minst leuke map van deze map pack. Dat kan ik nu denk ik wel al een beetje zeggen. Dit vind ik nou niet zo'n lekkere map om te spelen. Het is een beetje een wat kleiner mapje. Een beetje wat ander mapje dan eigenlijk alle drie de mappen die in deze map pack zaten. En het is dus gewoon sowieso eventjes wennen deze map. Maar het is sowieso gewoon een rare map. Ik heb natuurlijk nog nooit een zand map gehad in een Call of Duty. En opnieuw opeens een zand map te krijgen en niet te weten waar de enemy span is. Het is een beetje raar. Ze hebben ook nog een stealth chopper in de lucht hangen. En ja, als ik nu de mappen die ik allemaal heb gespeeld, want ik heb er natuurlijk nog niet zoveel gespeeld. Dus nu mijn vierde game dat ik speel vandaag. Als ik moet oordelen wat nou de chillste map is, moet ik zeggen, oh shit, die stealth chopper zit te schieten. Moet ik zeggen, grind chillste map van deze hele map. Ik waarschijnlijk twee na chillste map van het hele spel. En dan moet ik ook nog zeggen van, even mijn C4 laten ontploffen. Dankjewel voor de kill. Dan hebben we alle killstreaks in één keer. En dan moet ik zeggen van, dit de minst leuke map. En die andere twee mappen eigenlijk ongeveer hetzelfde. Die andere twee mappen, Hydro en Downhill, vind ik ook heel chill om te spelen. Ik denk dat Downhill op de derde plaats komt. En dan die andere, die Hydro op de tweede plaats. En Grinders op de eerste plaats. En deze op de laatste plaats. Dat is gewoon mijn ervaring nu ik alle mappen één keer heb gespeeld. Deze game is nog niet helemaal afgelopen. Dus misschien verandert het oordeel nog naarmate dit game zich vordert. Maar dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn. Ik ga eventjes de B-vlag proberen te pakken. Ik krijg nu heel veel kills met allemaal killstreaks in de lucht hangen. Want ik heb natuurlijk echt gewoon heel veel killstreaks op het moment in de lucht hangen. Ik heb een Blackbird. Ik heb een Stealth Chopper. Ik heb een Orbital V-set. Dat was al een Blackbird. Die had ik al opgenoemd. En een escort drone, dat was het woordje voor die kills. Ik vergeet die kills ik altijd, escort drone. Die heb ik nooit zo vaak aanstaan, maar ik dacht, ik verander het weer een beetje. Ik zet weer een keertje wat andere kills aan die ik normaal gesproken aan heb staan. En ik vind het gewoon weer lekker om een keertje die escort drone aan te hebben. Ik heb alweer mijn nieuwe stealth chopper, mijn andere stealth chopper zit nog in de lucht. Dus kan ik jammer genoeg niet inroepen. Maar ik heb ook bijna een nieuwe Blackbird, dus ik hoop dat nu mijn stealth chopper 1 kill kan krijgen. Zodat ik mijn Blackbird heb en dat ik gewoon weer weet waar de enemies lopen. Dankjewel voor de Blackbird. Dank u wel, dan weet ik ook meteen dat ze B-vlag zitten te pakken. Dankjewel voor de kill. Mooie headshot er weer bij, want ik moet 100 headshots hebben om dit wapengoud te maken. Gaan we onze escort drone weer inroepen? Oh, dat kan niet. Kan we escort drone inroepen? Ja, kijk eens aan. Stealth chopper kan nog niet, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon weer eens recht op de enemy span overlopen. Eerste ronde ging echt gewoon heel slecht. Maar de tweede ronde, zoals je kan zien, is echt gewoon weer een heel ander iets dan de eerste ronde. En deze ronde gaat gewoon heel chill. Ik maak heel veel kills. En het gaat gewoon lekker in die tweede ronde. Dus als je kan zien, zijn die wisseling van die rondes die ze in Black Ops 2 hebben gemaakt voor het eerst ook gewoon chill. Je gaat meestal de eerste ronde slecht, tweede ronde goed. Of je gaat de eerste ronde goed, tweede ronde slecht. Dus die rondewisselingen vind ik echt gewoon iets heel goeds dat ze in dit spel hebben gemaakt. We gaan meteen eventjes die C-vlag pakken. Ik ben lekker bezig, joh, nu. Ik heb alweer 40 kills op het moment. Allemaal gemaakt in de tweede ronde. Want de eerste ronde, toen er was afgelopen, ik pas 10 kills. Dus het gaat echt gewoon heel lekker op het moment. Killstreaks doen ook gewoon zijn werk. Ik pak ook gewoon heel veel vlaggen, zodat ik zo snel mogelijk weer mijn nieuwe killstreaks krijg. En dit is gewoon weer een lekker potje om te spelen. Ik vind
deze map ook weer leuker worden, omdat ik nu beter ga. Ik moest me even concentreren, want ik weet dat deze fan hier zit op te wachten. Ik heb alweer een nieuwe stel choppermail, maar die kan ik natuurlijk niet inroepen, omdat er alweer eentje van me in de lucht zit. Dus ik ga gewoon... Ah, nu ben ik dood, eindelijk. Ik zat er gewoon op te wachten op het moment dat ik dood ging, want het moest gewoon komen. Ik moest gewoon doodgaan op een bepaald moment. En dat was dus nu aangekomen, want je kan nooit zo lang door blijven rennen met zoveel geluk dat je net had. En ik moest dus gewoon op een manier doodgaan. En dat was dus op deze manier. Nu word ik jammer genoeg door de auto doorgeschoten. En dat wou ik dus gewoon niet hebben, dat ik door de auto word doodgeschoten. Maar ja, zoals ik al zei, een andere twee live commentaries die hiervoor heb geüpload. Soms ga je dood op manieren waarvan je denkt van, what the fuck, hoe ga ik nu weer dood? En dat was zo'n manier. Jongens, eindscore 47-13. Ik heb alle vier de mappen gespeeld van de nieuwe mappack. Zombies kan je nog verwachten op mijn kanaal. Je kan nog livestreams verwachten op twitch.tv. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. Mocht je nou de andere drie live commentaries nog niet hebben gezien op de andere drie mappen, waar ik ook een beetje mijn oordeel geef over die mappen, check dan even de link in de beschrijving. Check ook eventjes annotaties op het scherm. Jongens, ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. Vergeet deze video en de andere video's natuurlijk geen duimpje omhoog te geven. Mocht je nou op alle vier de mappen 400 duimpjes omhoog krijgen, dan ben ik echt heel blij. Dat is een mooi getal, vind ik. 4 mappen geüpload, 4 films geüpload, dus 400 duimpjes omhoog. Op elke video vind ik wel een mooi getal. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze eigenlijk live commentary miniserie van 4 afleveringen. Ik wil jullie voor de derde keer nu achter elkaar bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.